Good morning, everybody. Good morning, everybody. Ik zal de zaal nog even aanzetten, want ik hoor jullie helemaal niet. Good morning, everybody. Ja, jullie zijn er. Woehoe. Psalm 117. Marjorie? Prijs de Heer, alle volken. Laten alle mensen hem loven. Want hij stort zijn goedheid en liefde machtig over ons uit. De Heer is trouw tot in eeuwigheid. Prijs de Heer. Laten we hem even met elkaar opzeggen. En dan in het Engels. Praise the Lord, all you nations. And extol him, all your peoples. Verder. For great is his love towards us. And the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord. Woehoe. Nou, dat gaan we vandaag doen. We gaan hem prijzen. Make this a house of praise. Every heart that has been changed, lift your voice to God in thanks. Make this a house, make this a house of praise. Every soul that has been saved, every life that has been raised, make this a house of praise. Every heart that has been changed, lift your voice to God in thanks. Make this a house of praise. No holding back, nothing held back. We shout in our praise out to you. Hands lifted high, lifting our eyes. We shout in our praise out to you. No holding back, nothing held back. We shout in our praise out to you. Hands lifted high, lifting our eyes. We shout in our praise out to you. No holding back, nothing held back. We shout in our praise out to you. Hands lifted high, lifting our eyes. We shout in our praise out to you. Every soul that has been saved, every life that has been raised, make this a house, make this a house of praise. Every heart that has been changed, lift your voice to God in thanks. Make this a house, make this a house of praise. Hallelujah! Yes, hallelujah. Come on. Woo! This is my testimony. We hebben er genade ontvangen. Op de getuigen dat Jezus goed To him. Grateful you are, faithful forever you will be, faithful you are, all your promises are yes and amen. my confidence. It's your faithfulness I will rest. In your promises, my confidence. It's your faithfulness I will rest. In your promises, my confidence. It's your faithfulness I will rest. In your promises, my confidence. It's your faithfulness, faithful, faithful. You are faithful. Forever you will be faithful. You are all your promises. All your promises are yes and amen. All your promises. All your promises are yes and amen. All your promises. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Faithful, you are faithful, faithful. Forever you will be faithful. You are all your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. In our lives, yes. All your promises are yes and amen. In our lives, all your promises are yes and amen. In our hearts, all your promises are yes and amen. In your family, all your promises are yes and amen. Oh. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. All your promises. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Faithful, you are. Faithful, forever you will be. Faithful, you are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Thank you, God. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. All your promises are yes en amen. Want u bent zo goed, Heer. U bent zo goed voor ons. Jezus. Op elk moment van mijn leven, voor of tegenspoed, aanbid ik u, mijn Jezus, en dank u voor uw bloed. Ik vind kracht in u, mijn Vader, als ik heel dicht bij u ben. Mijn hart en mijn gedachten worden warm als ik bedenk. Vader, u bent goed, u bent heilig, u bent liefde. Jezus, u bent groot, u bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik zing met heel mijn hart. ik uw woorden lezen en dragen in mijn hart. In de stormen van mijn leven, in de regen, in de kou, wil ik schuilen in uw vrede, wil ik rusten in uw trouw. Vader, u bent goed, u bent heilig, u bent liefde. Jezus, u bent groot, u bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Vader, u bent goed. Vader, u bent goed. U bent heilig, u bent liefde. Jezus, u bent groot. U bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. the center of it all. And Jesus at the center of it all. From beginning through the end, it will always be, it's always been you, Jesus. And Jesus at the center of it all. And Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. And Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. And Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Sing it again. Jesus. Vers 3 nog een keer zingen. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. En we bow our knee. Jesus be the center of our church. En every knee will bow. And every knee will bow. And every tongue shall confess you, Jesus. Sing it again. Jesus, Jesus be, Jesus be the center of this church. The center of this church. Jesus be the center of this church. And every knee will bow. And every knee will bow. And every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Yes, Lord Jesus. Dat spreken we uit en dat proclameren we. We speak it out, we proclaim it. Het gaat om u. It's about you. U bent de Almachtige. You are the Almighty. Heer Jezus. And Lord Jesus. U bent de leeuw van Juda. You are the Lion of Judah. U bent het lam Gods. You are the Lamb of God. En u bent waardig. And you are worthy. U bent waardig om onze lof en eer te ontvangen. You are worthy to receive our honor and our praise. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 Thank you. Wow. Dank jullie. Ja. Wat heerlijk om te zingen dat je naam gerecht staat in de hemel. It's wonderful to sing that your name is registered in heaven. En dat is ook zo. And that is so. Weet je dat het staat vast. It's established. En het bewijsstuk dat tegen ons getuigde is volledig uitgewist. And evidence that testified against us has been completely eradicated. En ik moest denken, als je dat zingt, we staan geregistreerd, en denk van ja, dan moet je dus je paspoort hebben. And when I say, you know, you're registered, I need to think about the fact we should have our passports. En daarom dopen we, zoals jullie weten. And we must have our passports, and that's why we baptize. Even terzijde, over 3 weken dopen we weer. And also in 3 weeks time we're going to be baptizing again. En dus ben je nog niet gedoopt, dan door onderdompeling, dan is nu de tijd. And so if you haven't been baptized by immersion, now is the time. Waarom uitstellen tot volgend jaar? Why postpone it till next year? Ken je vrienden, vriendinnen, kennissen die nog niet gedoopt zijn? If you have friends or acquaintances that haven't yet been baptized, then drag them here. Het is belangrijk. It's important. Het is belangrijk. It's really important. Dus, maar oké, welkom iedereen. All right, welcome everyone. Welkom als je kijkt. Welcome if you're watching. En speciaal welkom als je hier voor het eerst bent of als je voor het eerst kijkt. And special welcome if you're here for the first time or if you're watching for the first time. Ja, Irina. Irina. Je hebt een getuigenis. You've got a testimony. Let's just welcome her as she comes. Sommige mensen maken veel mee. Some people experience a lot. En God geeft hen daar gunst voor. And God gives him favor for that. En Irina is zo'n persoon. And Irina is definitely someone like that. Thank you, Dick. Thank you, Dick. And I'm very happy that you come back, Arlene. Really welcome home. Amen. It's good to be back. Thank you. Did you still like the testimony? Yeah. Hallelujah. Hallelujah. You're going to have to put your microphone real close to your mouth. All righty. That's good. What I want to say is the last month, God blessed me with the three people. I'm not going to go on how I was bringing because it's take time and I love to talk, you know, everybody. Last month, God, in the past month. Oh, okay, Nederlands. All right. De afgelopen maand heeft God mij gezegend met drie mensen. Ik ga niet uitgebreid vertellen over hun verhalen of over hoe ik voor ze gebeden heb. As you know that I work in with the homeless, but I also like to walk in the street, like at Central Station, and I love to just bring people who have broken heart. En jullie weten het al, ik werk onder de daklozen, maar ik hou er ook van om op straat mensen te vertellen over Jezus en mensen te bedienen met een gebroken hart. The last man, Matthew, who he was decided next day to come here to our church, and he connected with the Bastian and with the his David and with many people. En een van de mannen die ik gesproken heb, hij kwam de volgende dag hier naartoe naar de celebration en hij heeft verschillende mensen hier ontmoet. Regina was help him for one day, but unfortunately he cannot stay there because when you are homeless, you have kind spirit of the homeless when you are still live in that way how you are. En hij had een plaats om te blijven, maar hij moest daar weg. Maar als je dakloos bent, dan is er een soort geest wat je met je meedraagt. Het jaagt je een beetje op om altijd in beweging te zijn. But praise God, I connect him with the Victory Outreach Church as well. There is have some people from Poland. En ik heb ook relaties in Victory Outreach. Er zitten daar een aantal mensen uit Polen. So he connected with them. We keep like shortly connection with him. I hope he's going to grow in the Lord. En so hij heeft connecties met hun en ik hou hem in de gaten en ik hoop dat hij gaat groeien in de Heer omdat hij een baby-christen is. Today is going to be shortly. I'm just going to say it's not about me, it's about God. It's also you have to remember that you are instrument in the Lord. En vandaag wil ik zeggen, het gaat niet om mij, om jou, maar het gaat om God. En we moeten allemaal in de gaten houden. We zijn een instrument, een werktuig van God. No matter you're gonna push yourself to be dependent on your family or on your best friends, it's not gonna work. En als, ja, we moeten altijd ook in de gaten houden. We zijn niet afhankelijk van onze families of van onze goede vrienden. Dat gaat niet lukken. You don't live for your life, you live for His glory. Je leeft niet voor je eigen plezier, je leeft voor zijn glorie. And sometimes people ask me what is the secret how I bring people to Jesus. There is no secret. En soms vragen mensen mij, wat is je geheim? Hoe breng je mensen tot de Heer Jezus? Er is geen geheim. People, when you see the people, it's gray. You can see, you have carry Holy Spirit inside, and you can feel it who is broken. You can feel it who is sad. En als je van mensen houdt, dan kun je om je heen kijken en je voelt wie er gebroken van hart is, wie verdrietig is. So you just come, hey, how are you? How are you doing? En dus je doet het van, hey, hoe gaat het met je? Je slaat je arm om ze heen, je bemoedigt ze. Say like, you know, Jesus stay next to you and knock on your door. So start. How are you? En zo, dat is een goede manier om te starten. Jezus is naast je en hij klopt op de deur van je hart. People ready to love because they have to know that they are worthy, that they are loved, and they are not alone. En dus wees klaar om mensen lief te hebben, omdat mensen hebben het nodig om te weten dat ze geliefd zijn en dat ze niet alleen zijn. Next time I wait, I already gonna bring 10 people to the Lord. En dus volgende keer weet ik al dat ik 10 mensen tot de Heer ga brengen. Thank you. Yeah, I just have it on my heart to do just pray for her. Kunnen wij ons handen uitstrekken? Ik heb op mijn hart om echt voor Irina te bidden, ook wat ze zegt. Because I know she does bring people to the Lord. Want het is waar, ze brengt gewoon mensen bij Jezus. But she doesn't always have it easy in her own life. Maar ze heeft het ook niet altijd gemakkelijk in haar eigen leven. So, Father, we lay a hand of blessing on our sister. We leggen een hand van zegen op haar. Father, thank you that she is precious in your sight. Dat ze kostbaar is in uw ogen. And Lord, just like she helps others to feel the love of God. En dat ze helpt anderen om de liefde van u te ervaren. Lord, we pray that she would know that she knows that she knows that you love her too. En we bidden dat zij ook zal ervaren dat u van haar houdt. Father, over every impossible situation in her life. Over elke mogelijke situatie in haar leven ook. Lord, we pray. Heer, we bidden. And we speak out the name of Jesus. En we spreken uit de naam van Jezus. Amen. 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 Zegen hem. You too, my dear. Esther, wil jij naar voren komen? Terwijl Esther naar voren komt. Arlene, wil jij iets zeggen over jouw trip naar Dallas? Ik zal dat doen, maar dat... kost eventjes, dus het is misschien beter dat Esther bij de eerst doet. En Regina komen naar voren. Er staat iets bijzonders te gebeuren. Oké, something special is going to happen. Namelijk op Regina op? Vrijdag 23 december. On Friday, Friday the 23rd of December. Ja, goedemorgen allemaal. Good morning everyone. Nou, ik ben Esther, de dochter van Regina. I am Esther, I am Regina's daughter. Those who don't know that. Het is bijzonder om samen met je moeder te opereren in Gods koninkrijk. It's special to be able to operate together with your mother in God's kingdom. Dat we op één lijn zijn. That we are in the same direction. We're going in the same direction. En dat ik haar uiteindelijk mag overnemen. It's part of my destiny. And I'm able to, you know, take some things over from her. That's part of my bestemming. Nou, ik wil jullie even een kort stukje meenemen in een van de evenementen die we al hebben gegeven. Want toen met corona moesten we het concept veranderen. And I want to just bring you along with some of the things that we were able to experience with corona. We needed to change the concept a bit. We hebben in plaats van dinner hier op de locatie heeft God echt inspiratie gegeven om een walkthrough te doen. And so instead of dinner here, which we did in the past, God gave inspiration and we did something called a walkthrough. Ja, om toch de mensen echt een kerstgevoel te geven, ze te verwennen en die warmte te geven wat Jezus voor ons heeft, voor ons allemaal. To give people a Christmas feeling, to spoil them a little and to let them kind of feel what we feel that Jesus did for all of us. Ik heb mijn tieners, die zitten nu even achter, meegenomen naar beneden. And wow, and I've brought the teenagers back down. They're behind teenagers. Can you just wave? Er zijn veel vandaag, iets van 17. And there are a lot of them today. We love you guys. Hun gaan ook meehelpen die dag. And also they're going to help on this day. Dat vind ik zo bijzonder dat ze zo met zo'n jonge leeftijd al mogen werken en dienen voor God. And I find that really special that even at this young age they can work and serve the Lord. Dus ik zei ze, ik neem jullie even mee, kunnen jullie een korte impressie ook krijgen van wat er gebeurt zo'n dag. And I said to them, you know what, I'm just going to bring you along so you can have an idea of what is going to happen. I'm not going to translate. Zijn er maaltijden? Meals. We hebben een christelijke DJ die jullie zagen. And it was just a holiday kind of atmosphere there. cadeautjes voor iedereen, goodie bags. And goodie bags and presents for everyone. Zoals je ziet kunnen de mensen binnenlopen langs de tafels en dan met de route weer naar buiten. En ze gaan met tassen vol weg. And you see people entering by one way, they visit the tables and they leave with bags full. The praise of worship is er ook. And leden van onze gemeente. And praise and worship, part of it was from our church. En zoals je ziet, het ziet er gewoon prachtig uit. Het is een bijzondere dag. You can see it just looks wonderful. En dit laat Gods grootheid zien. And this really shows God's greatness. Marjorie, dankjewel. Amen. Wat ik heel mooi vind van dit jaar... And what I really like about this year... is dat God me een nieuwe upload heeft gegeven. Pardon? Nieuwe upload. Oh, God has given me a new upload, revelation. God heeft, voordat we met de voorbereidingen begonnen... gaf God mij steeds gebed is de motor. And before that we even began, God said to me that prayer is the engine. En dat is het ook, zoals jullie weten. And we know that's true. Zonder gebed zal niks staand houden. Without prayer, nothing is going to remain standing. Dus wat hebben we gedaan? We hebben nu wat datums gepland. Om de 2 weken komen we bij elkaar, bidden we dus voor de voorbereidingen. And so what we're going to do is, starting from now, every second week we are going to come together and pray for the preparations. We zijn al begonnen. We've already started. En deuren gingen al open. And doors have already started to open. Een bedrijf, Sabre, zeg ik goed volgens mij. And one of the companies, Sabre. Ze zijn de eigenaren van Amsterdamse Poort. They are the owners of the Amsterdamse Poort. Hun hebben contact met ons opgenomen en hebben dus gevraagd van goh, we weten dat jullie iets doen met Kerst. And they contacted us and they said we know that you do something with Christmas. We willen vouchers maken voor de mensen. We want to vouchers, ja. Vouchers. Okay, we want to have vouchers for the people. Zodat ze met de kerst, na kerst, bij een van de restaurants in Amsterdamse Poort mogen gaan uiteten. So that after Christmas they can go and eat at one of the restaurants in the Amsterdamse Poort. En dat was 1 deur. That was one door. En dat is na gebed gebeurd. Het ging gewoon direct open de volgende dag. After prayer, the next day it opened. En zo nog veel meer. Wat er allemaal is, een donateur die een kinderparadijs gaat organiseren die dag. And a lot more has happened. The children's paradise is going to be organized that same day. Ja, noem het maar op. Het is echt fantastisch wat God aan het doen is. And things are really starting to happen. It's fantastic what God is doing. En wat we gaan toevoegen die dag. And what we're going to add on that day. Is gebed en profetie. Oh yeah, prayer and prophecy. Yes. God liet me echt zien dat echt massaal mensen hun leven zullen geven aan Jezus. God showed me that people, many are going to give their lives to Jesus. Yes. En daarvoor zijn wij. Wij zijn de instrumenten die God gebruikt om die mensen te bereiken met Jezus. And that's why we are there. We are the instruments to reach people for Jesus. En het is bijzonder, want voor mij ook. Mijn moeder misschien niet, maar voor mij is het echt ook uitstappen uit mijn comfortzone. And this is special because for me, maybe not for my mother, but for me it's stepping out of my comfort zone. Maar ik ben uitgestapt in gehoorzaamheid. But I have stepped out in obedience. Want God is goed. Because God is good. Nou, ik geef het even aan mijn moeder. Die zal nog heel kort, we mochten een vraag doen van wat we nog nodig hadden. Dus dat zullen we ook even doen. And so Regina is going to talk to us about several things, including what we need. Ja, we hebben nog nodig cadeautjes voor kinderen in de leeftijd, categorie van 13 tot 17. We need presents for children from the ages of 13 to 17 still. Voor de kleineren zijn er al genoeg cadeautjes. For the younger ones we already have enough presents. Voor de volwassenen ook. And for the adults also. Alleen voor de groep van 13 tot 17. Only for the group from 13 to 17. En drinken, want we hebben heel veel drinken nodig. And liefst. And we need a lot of things to drink, preferably lemonade, non-alcoholic stuff. Nee, geen alcoholische producten. There's no alcohol, so non-alcoholic stuff. Absolutely not. Nou, dat was het. Ja, inderdaad. En handjes. And we need lots of hands attached to bodies. So if you want to help us. Sowieso hebben we gebed nodig van jullie voor de voorbereiding, de achtergrond, voor alles wat er die dag gebeurt. And so we need prayer from you for everything that is going to happen on that day. Want de duivel is niet blij natuurlijk. Because obviously the enemy is not happy. Maar dat is dus echt een van de dingen die ik van jullie echt wil vragen. Bid in je binnenkamer. But that's something I'm really going to ask from each one of you. Please pray in your rooms. Yes, en vrijwilligers. Dus meld je aan. Er zijn al een heleboel die zich hebben aangemeld. And so they also need some extra volunteers. So please contact them if you would like to help her. Er is ook al een deel met mensen die zouden willen profiteren en bidden. There's already people who would like to prophesy and to pray on that day. Dus ja, meld je aan. Je mag bij mij komen. So ik ben zo even boven, maar ik ben straks beneden. Esther is upstairs with the teenagers during the celebration, but afterwards she is downstairs. So please talk to her if you'd like to help. En volgend jaar vieren we het weer in God's Embassy. Amen. And next year we'll celebrate it in God's Embassy. Ik heb de zaal al gereserveerd voor volgend jaar. Ja, dat is een ding. Halleluja. Arlene, we hebben je uitgezegend een aantal weken geleden. 3 weeks ago, you blessed me out. Ja, it was 3 weeks, indeed. 4 weeks ago, even Dick was saying. So, just one thing, darling. One thing. Okay, I'll do Dallas and also just Jamaica real quick. Indeed, last week I was in Jamaica visiting family. Afgelopen week was ik in Jamaica om wat familie te bezoeken. Many of you saw the Facebook post. It was 25 years ago that I was there the last time. Het was bijna 25 jaar geleden dat ik daar was. And especially the last year and a half, I've really had an urgent feeling in my heart. I need to get back there to see some of my older relatives before the Lord calls me home. Ik voelde een urgentie om dat nu te doen. De afgelopen 1,5 jaar om daarheen te gaan, om wat de oude familieleden te. And especially one of my aunts, she was the second mother to my sister and I when my own mom passed away. Dus een tante die eigenlijk een tweede moeder voor mij geweest is samen met mijn zus, omdat ze mijn. Come through it. Zij heeft al 3 keer kanker gehad en 3 keer daardoorheen gekomen. But especially for her, I just had a sense of urgency. En speciaal voor haar. And indeed, this coming week, it turns out she will need to go to the doctor again. En nu blijkt dat ze komende week weer opnieuw naar de arts moet. And so I was just glad to be able to spend time with her while she was still daar kon zijn, tijd door te brengen. Reasonably healthy. And I'm just going to focus in on one aspect of my trip to Dallas. Naar Dallas haal ik even één ding naar voren. Because there were 3 separate prophetic meetings in Dallas. Er waren 3 separate bijeenkomsten. And so the first one on the Monday was the Apostolic Council of Prophetic Elders. Dat was de eerste op maandag. And that's what I'm going to concentrate on. Daar ga ik even iets over zeggen. That's a group of about 50 prophets. Dat zijn ongeveer 50 profeten. And so you know many of them, James Gall and Bishop and Cindy. Dus al die namen zijn daar dan. But the thing is that there are prophetic elders for the nations. Zijn profetische oudsten voor landen. And a couple of years ago, I was invited to be part of that group. And I was wondering what it was going to be like this year. En ik vroeg me af, hoe zou dat dit jaar zijn? Because it's been a bit crazy the last few years in America. Omdat de afgelopen jaren natuurlijk best bijzonder is geweest in Amerika. And Europe is developing its own prophetic voice, which is different from the American voice. En het is duidelijk dat Europa een eigen profetisch geluid heeft, wat anders is dan het Amerikaanse. And I was a little bit concerned about the US when I went. En ik was een beetje bezorgd toen ik daar naartoe ging. Because America, the American church is in trouble. Omdat de Amerikaanse kerk echt in moeilijkheden zit. And that's something that this year they also realize. The American church is in trouble. En dus dat kwam nu ook naar voren dat ze dat zichzelf nu ook realiseren. Opinions in the church have divided the church to the very core of her being. Ja, de verschillende meningen hebben echt de kerk verdeeld. And tot op het bot. And so this year what encouraged me, wat me bemoedigde, was that the prophetic is becoming mature. Dat het profetische volwassener aan het worden is. There was an acknowledgement that prophecy the last couple of years has served to feed the division instead of bringing people together. Er was een erkenning dat het profetie de afgelopen jaren die verdeeldheid gevoed hebben. And we spent a lot of time working on repairing relationships. En dus hebben we veel tijd doorgebracht om de relaties te herstellen. Because you have prophets on both sides of the political divide. Want je hebt natuurlijk profeten aan beide kanten van de politieke arena. And that did my heart good. En dat deed me goed. America and also the prophets in America need our prayers. Want ze hebben ons gebed nodig. And as I was waiting on my own prophetic word for next year. En mijn eigen profetisch woord toen ik daarop wachtte. Because each of us has to submit a word for the council. Want ieder profeet moet dat indienen. God let me see something about the church in America and the US that I hadn't seen before. God liet me iets zien over de kerk in Amerika wat ik daarvoor niet had gezien. And he touched my heart with it. En dat raakte mij ook aan. Dat raakte mij. And one of the reasons that he has made America a leading nation in the world. Een van de dingen waardoor Amerika een leidende natie in de wereld is. Is because it's the only nation that was formed under God, in the sense that was in their constitution. Dat het enige land waar God een essentiële plaats heeft in de constitutie. But when you are formed under God, just like the Jews, you have a higher level of responsibility. En dan heb je dus een hogere mate van verantwoordelijkheid. And one of the things I shared at the meeting was that America is called through her interventions in world actions to reflect God's father heart to the nations of the world. En ze zijn geroepen om interventies in de wereld te leiden, om daarmee te reflecteren wat Gods hart is. So that the nations of the world would know that our God is a good God. En zodat de wereld weet dat God een goede God is. And so I shared too, you know, it says I personally will be calling forth the peacekeepers in the church in America. En ik dus roep de vredestichters. Blessed are they, for they will be called sons and daughters of God. Want zij zullen zonen en dochters van God genoemd worden. They're not the only ones who are needed. Het zijn niet de enigen natuurlijk die nodig zijn. Of course you need the more militant. En je hebt ook natuurlijk de strijdlustigen. But the thing is, there is a desperate need now in the church in America for those who will unite the body of Christ and not split it. En je hebt nu mensen nodig die verenigen in plaats van het verdelen. And so I'm very thankful that that was talked about this year. Ik was dus bemoedigd om dat te horen, dat daarover gesproken werd. Amen. Ja. Amen. Ja. Dank u, Heer. Wij gaan nu aanbidden met onze tiende en offergaven. We're going to worship now with our tithes and our offerings. Vader, we danken u. Father, we thank you. Heer, als we het uitzingen dat u onze God bent. Lord, when we sing, you are our God. Dan bevestigen we dat ook met onze erkenning door onze gaven, onze tiende te geven aan u. And Lord, as we sing that, then we confirm it by giving our offerings, our tithes to you. Amen. 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 Als je hier bent, steek even je hand omhoog om machtiging te krijgen. Terwijl dat gebeurt. While that's happening. Even attent maken op Mensen tussen de 18 en 25. Just wanna, this is an announcement for those between 18 and 25. Wauw. En dat is Ways of Wisdom, maar het is ook Wijsheid op Woensdag. Wow, that's the group here, and it stands for two things: Ways of Wisdom, but Wisdom on Wednesdays. En ik voeg er nog een derde aan toe. And I'm going to add a third. Walk on water. Ah, wandel op water. Ja, is er ook. Dat is echt. Nou, misschien verzinnen we nog meer. Maar, and that can also be said, and maybe maar het is dus aanstaande woensdag fysiek hier, hè? But this coming Wednesday night dus at how long? What half time? 8. At 7:30 here in this building upstairs. Tussen 18 en 50, 50,5 kan ook nog net. And if you're between 18 and even 25 and a half, you can still come. Maar het is voor die leeftijdsgroep. But it's for that age group. Oké. Okay. En hier is iedereen bezig thuis. Je kunt natuurlijk overmaken via je bank-app. En dan vraag ik nu Sven naar voren te komen. So I'm going to invite Sven to come forward together with Uta. Can we just welcome them as they come? Ja. Wat niet iedereen weet... Not everyone knows the following. Is dat Sven ook deel uitmaakt van ons apostolisch team. And that is that Sven is also part of the apostolic team of this house. Het apostolisch team overziet... is eigenlijk de leiding van By Design... en overziet alle entiteiten van dit huis. And so the apostolic team is the leadership of By Design... and they oversee all of the different foundations and entities of this house. En daarom zijn we blij. We hebben hem gevraagd ook... omdat hij ook het DNA van het huis kent en uitdraagt. And so we are happy about that. And we've also asked him because he... acknowledges and carries the DNA of this house. Dus ik vind het gewoon een voorrecht ook dat hij gewoon regelmatig bij ons komt spreken. And so we find it a privilege that he speaks regularly. Mooie woorden, dankjewel Dick. Thank you Dick. Goedemorgen gemeente. Good morning church. Ik vind het mooi als de Heilige Geest de samenkomst zo arrangeert dat je in de aanbidding en de voorbeden al hoort waar de preek over gaat. It's always wonderful when the Holy Spirit arranges the gathering in such a way that you already hear the sermon in the worship and in the announcements. Want vandaag gaan we het hebben over lijden en glorie. So we're going to speak about suffering and glory. En ik was in mijn voorbereiding eigenlijk vorige week al tijdens de preek van Mattheüs. I was preparing and I heard the sermon of Mattheüs last week. Bidden van Heer, wat kan ik na zo'n prachtige preek zeggen? Wat kan ik delen? And then I prayed, Lord, what can I say after this wonderful message? En als spreker dan speel je wat met Bijbelteksten en denk je, nou, dat zou kunnen, dat zou kunnen. So when you have to speak, you think about a Bible text and you think this or that might work. Het volgende gedeelte kwam constant in mijn gedachten. Van daar mag het over gaan vandaag. But I was constantly reminded about this passage that I'm going to speak about today. Ik wil eigenlijk met je nadenken over een apostolische cultuur in een kerk. I want to speak to you about an apostolic culture within a church. Wat zijn aspecten? Wat zijn? Hoe kun je zeg maar bewegen in embassy? What are the different aspects and how can you be in embassy? Ik weet nog heel goed dat ik hier voor het eerst kwam. I remember when I came here for the first time. Ik dacht, wat zijn die mensen toch allemaal aardig tegen mij? And I thought, why are all these people so nice to me? En ze lijken wel echt. They seem kind of real. En ik heb het voorrecht dat ik al heel wat aspecten van Gods Koninkrijk heb mogen zien door de jaren heen in Nederland en buitenland. And I'm privileged that I was able to see different kinds of aspects of God's kingdom in this country and in other countries. Dus ik kon cultuur vergelijken. Amen. So I was able to compare the different cultures. En het voelde echt. And it felt real. En die echtheid, dat is ergens een gevolg van. And this being real is a result of something else. Cultuur is een optelsom van het gedrag en de overtuigingen van mensen. Amen. Culture is the sum of the behavior and the convictions of people. Een gemeenschap. A group of people. En een beweging is niks anders dan een gemeenschap die ergens naartoe beweegt. And a movement is a group of people that moves to a certain goal. En die zichzelf organiseert. And that organizes themselves. Dat is de definitie van een beweging. That's the definition of a movement. Een zichzelf organiserende gemeenschap die ergens naartoe gaat. A community that organizes itself and moves towards something. En dat heeft dus een bepaalde cultuur. And that has a certain culture. En de cultuur wordt altijd vormgegeven door de mensen met de meeste macht. And the culture is always formed by the people that have most of the power. Die hebben tenminste in die zin de meeste invloed op de cultuur. They have most of the influence on the culture. We maken het samen. We make it together. Maar er zijn mensen die dat voorgaan. But there are people that go ahead. Dat zijn leiders. They are the leaders. En waar de leider heen gaat, daar gaat de gemeenschap ook naartoe. Amen. And wherever the leader goes, the community follows. En gemeentes en bewegingen worden gestart, als het goed is, door apostolisch-profetische mensen. And when it's done in the right way, churches are started by apostolic people. Wat zij zaaien, wat zij doen, dat heeft effect op de cultuur. And whatever they sow and what they do has influence on the culture. Net als je een bedrijf start. It's the same when you start a business. Ik was een keer bij de Vosjes op een bedrijf in Purmerend. I was at the family Vos business in Purmerend. Zo'n hippe, stoere naam hebben ze daar. Echt een Sanders Club, hè, als je daar komt. Hartstikke gaaf. And they have a cool name there. Great. En het ruikt naar hun. Het is hun sfeer. Als je daar komt, is het helemaal hun. And it has their atmosphere and their flavor and it's their thing. Het komt namelijk omdat zij dat bedrijf vormgeven. Because they organize the business. Dus zeggen we in leiderschap, je omgeving is een reflectie van jezelf. So when you're a leader, your environment reflects yourself. Jouw huis is een reflectie van jouzelf. Your home is a reflection of yourself. Als je bij mij een kastje in de keuken open doet. When you come to my home and you open a cupboard in the kitchen. Dan zie je daar de discussie tussen mij en mijn vrouw over hoe de bekers moeten staan. You see that there's a discussion going on between me and my wife about how to arrange the cups. Dat is cultuur. That's culture. Laten we lezen. So we're going to read. Hoe is het bij vader in de keuken? What about the kitchen of the father? Ja, het huis van de vader. The house of the father. We gaan lezen uit 2 Korinthe 4 vers 7 tot 12. We read 2 Corinthians 4 verses 7 to 12. Over een apostolische cultuur. About an apostolic culture. En vers 7 zegt dit. From verse 7. Maar wij zijn slechts een aardepot voor deze schat. En het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar we worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar we gaan niet ten gronde. Wij dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Voortdurend worden wij levenden omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijk bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam en in u het leven. Een apostolische cultuur. In de Korinthische gemeente die Paulus had gesticht was best wel strijd, was best wel gedoe. Paul had started that church in Corinth and there was some kind of strife going on. We weten uit de Handelingen der Apostelen dat hij een engel aan zijn bed nodig had om in die stad te blijven. We know from the Acts of the Apostles that he needed an angel beside him to even remain there. Hoe hij zijn leven overgaf door lijden en moeilijke dingen heen om die kerk te stichten. And he gave his life through suffering and difficulties to plant that church. Had hij bovennatuurlijke inspiratie nodig om daarmee door te gaan. And he needed supernatural inspiration to continue. Ik heb jaren bij Open Doors gewerkt. I worked at Open Doors for years. En dan zeggen we altijd, er is maar één kerk. And then we always say there is just one church. Er is niet een vervolgde kerk en een vrije kerk. There is not a persecuted church and a free church. Er is maar één lijdende kerk. There is one suffering church. En Paulus heeft ons dat laten zien. And Paul showed us this. Hij heeft zijn leven uitgestort. Hij noemt dat zelfs een plengoffer voor de kerk. He poured out his life. He said he made a sacrifice for the church. En dat is wat hij hier beschrijft. And that's what he is describing. Want hij werd constant bevraagd van ben jij wel echt? Hoe is dat met jou? They were continuously asking him, are you real? How about you? Ben jij wel een echte apostel? Are you a real apostle? Want jij doet niet zoals al die anderen. Because you're not doing the same that everybody else does. Die binnenkomen met toeters en bellen en prachtige voordrachten. They arrive with all kinds of glory and wonderful speeches. Je bent maar een hele rustige man. Als ik je van dichtbij ontmoet, voelt het niet heel apostolisch. You're just a normal guy and you don't feel very apostolic. Hij werd constant bevraagd op zijn legitimiteit. They were always questioning him whether he was legitimate. En wij kijken ze maar 20 eeuwen later denken, hoe kom je daar nou bij? So we're looking at this 2000 years later and we think, well, what was that about? Paulus, de man van God in de Bijbel. Paul was the man of God in the Bible. Als iemand het evangelie heeft helpen uitleggen, de fundamenten van de kerk heeft gelegd, dan is het onze Paulus. If there was one person that laid the foundations of the church and brought the gospel, it was our Paul. Als theoloog vind ik het altijd mooi. Het maakt niet uit in welke kerkelijke denominatie komt. Paulus is altijd van ons. As a theologian, it's wonderful to see that whatever church you go to, Paul is always ours. Stond ter discussie. Zijn apostolaat, zijn apostolaire bediening stond altijd ter discussie. But they were always questioning whether he was a real apostle. Weet je waarom? You know why? Omdat het zo echt was. Because he was real. Het was puur. It was pure. En hij legde zijn leven af voor het evangelie. And he laid down his life for the gospel. Dat is apostolische cultuur. That's apostolic culture. Nou, laat me wat gedachten delen vanmorgen. So I'm going to share some of my thoughts. Als het gaat over lijden. About suffering. Het eerste wat ik je wil meegeven is dit. The first point is this. Doe maar niet aan schone schijn. Nep, fake. Don't be fake and don't pretend. Doe maar niet. Don't do it. Rondom Paulus waren heel veel schone schijnapostelen. There were a lot of apostles around Paul that were pretending. Die mensen die dachten vanuit een weesgeest eigenlijk. They were thinking from the spirit of an orphan. Die dachten, hey, als ik nou doe wat jij doet en heb wat jij hebt, dan krijg ik wat jij hebt gekregen. And they thought, well, if I just do what you do, and then I'll have what you have. Dan heb ik aanzien en een naam en dan hoor ik erbij. Then I have honor and I have a name and I'm part of this. En dit is een probleem in het lichaam van Christus toen, maar ook vandaag. This was a problem in the body of Christ in those days, but also today. Wezen in de kerk. Orphans in the church. Want je ziet iets en je verlangt ernaar. You see something, you want it as well. Maar je begrijpt niet de prijs die ervoor betaald is. But you don't understand the price that was paid. Dit moet eruit, lieve schatten. Dit moet uit het lichaam. We have to get rid of that. Dat hoort er niet. We need to get this out of our body. En begrijp me heel goed. And please understand me. De Vader houdt van je. The Father loves you. Hij houdt van mij. He loves me. En wat me opvalt is dat hij al heel vaak dat hij ons de vrijheid geeft en toestaat om, zeg maar, met verkeerde motieven toch in zijn huis te bewegen. And he gives us the freedom to have wrong motives, but move within his house. Hij stond in die tijd toe dat er allerlei figuren opstonden die ook wel wilden hebben wat Paulus had. And in those days he allowed that all kinds of persons stood up and they wanted the same that Paul had. Vader begrijpt je wel. Father, do you understand? Wereldwijde bediening en krachten en wonderen en tekenen als jij bidt. The worldwide movements and all kinds of powers and signs when you're praying. Invloed, mensen luisteren naar je. And influence and people listen to you. Ik weet niet wat jouw verlangen is, maar ik kan het me zo voorstellen. I don't know what's your desire, but I can imagine. En Vader staat er toe. And the Father allows it. Hij houdt van je. He loves you. Kom maar. Kom. Kom maar in mijn huis. Just come into my house. Met al je schone schijn. With all your appearances. Want papa heeft een plannetje. Because daddy has a plan. Hij gaat je vormen. He will form you. Hij is bezig om er een potje van te maken. He is working on forming you. Ja, ik ben heel benieuwd hoe je die gaat. Ja, amen. Vader is er bezig om er een potje van te maken. The Father is working on you and he is forming you. Het is alleen een iets ander potje dan dat jij dacht. And he is making you into a different thing than what you had imagined. En het zit een klein beetje anders in elkaar dan jij misschien had gehoopt. And it's a bit different than what you hoped for. En die liefde, die veiligheid die hij je geeft. And that love and that security that he provides. Dat is volgens mij apostolische cultuur. That's apostolic culture. Want je kijkt niet naar wat het was. You don't look at what it used to be. Maar als gemeente kijken naar wat het kan worden. As a church together we look at what it can be. En dat is eigenlijk dat duale, dat paradoxale, dat is iets wat we in het leven van Paulus zien. So those two sides and this paradox is something that we see in the life of Paul. Hij leefde in twee werelden eigenlijk. He kind of lived in two worlds. Door het hele Nieuwe Testament heen zie je zijn verlangen om bij God te zijn. Throughout the New Testament we see his desire that he wants to be with God. Het eeuwige, Jezus zien, de glorie. Eternity, he wanted to see Jesus and the glory. Dat is een harteklop, een passie van hem als je het Nieuwe Testament bestudeert. That was his heartbeat and his passion when you read the New Testament. En tegelijkertijd zie je daar zijn vaderlijke hart voor de kerk. But we also see his father heart for the church. Zijn offer, tot in zijn eigen lichaam was hij bereid om te sterven voor Gods plan. His sacrifice, and he even was willing to give his own body for the plan of God. Paulus heeft ons laten zien wat het ware apostolische leiderschap inhoudt. Paul showed us what is true apostolic leadership. Dat is niet iets wat je wil bereiken. It's not something you want to achieve. Dat is een natuurlijk effect van maar in die glorie zijn. It's a natural result of always being in the glory. Met de persoon die je daar op de weg naar Damascus tegenkomt. That person that you meet on your road to Damascus. Staat in de Bijbel, dit principe. This principle is in the Bible. In Filippenzen 1 vers 23 legt hij dat uit. And he explains that in Philippians 1. Wat nou maakt dat zo zichtbaar wordt in zijn leven? 23. Ja. That makes it visible in his life. Hij legt het hier aan een andere kerk uit. Here he explains this to another church. Een van zijn meest trouwe supportkerken die hij had, de Filippenzen. The church that supported him the most faithfully. Ik word naar twee kanten getrokken, schrijft hij hier vanuit de gevangenis. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Maar anderzijds is het meer in uw belang dat ik blijf leven. Hier zie je die paradoxale wereld, die twee werelden waar Paulus dag in dag uit in leefde. Here you see these two different worlds in which Paul lived every day. Het innerlijke leven wat hij op verschillende momenten in het Nieuwe Testament aan ons voorhoudt. His life inside that he shows us in different occasions. Liefde voor Jezus, in de hemel zijn, openbaringen ontvangen, gewoon in Gods heerlijkheid zijn. His love for Jesus and to be in heaven and to have revelations and be in the glory. Wie is er wel eens in de glorie geweest? Who has been in the glory? Oh, daar wil je niet meer uit. You never want to leave. Oh, dat is de grootste valkuil van alle mystieke lui wereldwijd. Ze willen maar in die glorie blijven. It's the great deception for all the mystical people. They just want to remain in the glory forever. En als je nou een evangelische zuurpruim bent, dan heb je daar een soort oordeel over. Ah, dat klopt niet. And if you're an evangelical, critical person, then you judge that. Oh, that's not right. En dan denk ik altijd, jij bent nog nooit in de glorie geweest. And then I think, you've never been there. Come on. Dat is je design. Je bent daarvoor gemaakt. Voor alle eeuwigheden zul je in die glorie zijn. You will be in that glory forever. Come on. Come on. Je mag het eigenlijk niet zeggen, maar het is bijna verslavend. I'm not allowed to say it, but it's almost an addiction. Vervulling. Being filled. De glorie. With the glory. Paulus was elke dag in de heerlijkheid. And Paul was in that glory every day. Maar wat hem nou zo bijzonder maakt. What makes him so special? Is dat hij vanuit Gods heerlijkheid terugkwam naar de aarde. That from God's glory he came back to the earth. Om zijn leven te geven voor de ander. To give his life, lay his life down for the others. Hij wilde lijden. He wanted to suffer. Hij was bereid om te lijden. He was willing to suffer. En ik geloof dat er iets in die mystieke relatie met Jezus zat tussen Paulus en Jezus. And I believe there was something in this mystical relationship between Paul and Jesus. Dat zo van, Heer, als u dat voor mij gedaan heeft, dan moet ik terug. Lord, if you did this for me, then I have to go back. Want dan moet ik al die andere mensen helpen om te ontvangen wat ik ook ontvangen heb. I have to help all these other people to receive what I have received. Dat is de echtheid die je proeft in de brieven van Paulus. That's being real, and we read it in the letters of Paul. Anderzijds is het meer in uw belang dat ik blijf leven. It's better for you that I remain alive here. Waarom blijven van die godsmannen vaak zo lang leven? Why are these godly people alive for such a long time often? Dat kan ermee te maken hebben is dat hun aanwezigheid op aarde belangrijk is. It may be that their presence on the earth is important. Zou kunnen. Could be. En we zitten in een transitie, amen, van allerlei godsmannen en vrouwen die zijn gepromoot tot heerlijkheid. We're in a time of transition and all kinds of men of God and women of God have been promoted into the glory. Wij staan vandaag de dag allemaal in de zegen van iemand die jou is voorgegaan. Amen. And each allemaal. Of us today iedereen are standing in under the blessing of somebody. Iemand heeft een prijs betaald. Went ahead of you. Iemand heeft gebeden. Iemand heeft gezaaid. Iemand is op de dam gaan staan met -2 om jou over Jezus te vertellen. And somebody stood outside at low temperatures to tell you about Jesus. Iemand heeft zijn leven afgelegd. Somebody laid down their life. Heeft gezegd, ik blijf niet alleen bij het fijne en de glorie. And said, I'm not going to stay inside of the glory. Maar ik ga sterven aan mezelf. Ik laat de dood van Christus in mij plaatsvinden, zodat er opstanding kan plaatsvinden door mij heen. But I will die to myself and I will have the death of Jesus through myself, so that there can be resurrection. Zodat iemand anders Jezus kan ontmoeten. Amen. So that somebody else can meet Jesus. Een offer. Bring sacrifice. Een apostolische beweging is offervaardig. An apostolic movement wants to bring offers, sacrifices. Ik zat er tijdens de aanbidding over na te denken. Ik wist natuurlijk al dat ik dit ging zeggen. And during worship I was thinking about this because I knew I was going to say this. Het lijden wat in deze zaal aanwezig is, is onvoorstelbaar. The suffering that's represented in this room is unimaginable. Denk daar maar eens even over na. Think about it. Het lijden wat in dit lichaam hier aanwezig is, is onvoorstelbaar. The suffering in this body is unimaginable. Al het verdriet. All the pain. Al het trauma, alle vragen. All the trauma, all the questions. Alle aanvallen van de duisternis op jouw leven. All the attacks from the darkness on your life. Voor sommigen vanaf het moment van conceptie of daarvoor. Some even experienced this from the moment they were conceived or even before. Dag in, dag uit onder aanval. Every day again being attacked. De brandende pijlen van de duisternis. The burning arrows of the darkness. Dat is waar Paulus het over heeft. And that's what Paul talks about. Kijk, schijnapostelen die bieden een soort vluchtroute. Fake apostles offer you some kind of way out. Die manipuleren je met je pijn. They manipulate you in your pain. Die houden je dingen voor die helemaal niet komen. They tell you things that are not going to happen. Weet je wat een echte apostolaire bediening doet? You know what a real apostolic ministry does? Die gaat naast je staan. It's standing beside you. Want die hebben hetzelfde meegemaakt. Because we went through the same things. Dat is het lijden. That's suffering. En wij lijden hier in het Westen ook. And here in the Western countries we also suffer. Ik kan helemaal niks met dat valse schuldgevoel wat sommige mensen zeggen van, oh, wij lijden hier niet. And don't believe that wrong kind of feeling guilty because we are not suffering here. Wij lijden anders. We suffer in a different way. Het is ook niet hetzelfde. It's not the same thing. Het is ook geen wedstrijdje. And it's not a competition. Ik heb genoeg met de Glory Boys mogen reizen in mijn leven om te zien dat het fantastisch is om in die glorie te zijn. I traveled enough with the glory people to know it's wonderful to be in the glory. En ik heb voldoende tijd mogen doorbrengen met mensen die echt lijden om daar mee in contact te kunnen zijn. And I spend enough time with people that are really suffering to know about that. Wat ik in de tekst lees is dat het er allebei bij hoort. But I read in this text that both is part of it. Laten wij de beweging zijn die niet doet aan schone schijn. Amen. Let us be the movement that is not about appearances. Dat als je ons ontmoet, dat daar gewoon nederigheid is. When you meet us, we are humble. Dat we uitnodigend zijn. That we are inviting. Dat we vurig zijn. We are fiery. Dat we echt zijn. And real. Dat we weten op onze eigen manier wat die ander voelt. And we know in our own way what the other person is feeling. Ik droom wel eens van een kerk waar die mensen de kerk leiden. And I sometimes dream about a church where those people are the leaders. Voor mij, en dit zeg ik gewoon op eigen titel, voor mij is dat de definitie van een oudste. And I say that as my own opinion, but that's my definition for an elder. Gewoon de lui die het verst gegaan zijn, amen. The people that traveled farthest. die diepste met Jezus zijn gegaan. That went the lowest with Jesus. Die als zij avondmaal hebben, dat ze echt van hem eten en van hem drinken. That when they celebrate communion, they are really eating and drinking him. Heer, laat die mensen maar oudste zijn. Lord, let those people be the elders. Dan kan ik ze volgen. Then I can follow them. En kijken of het mij lukt om dat ook een beetje soort van vorm te geven. And find out if I am able to do the same. Volg mij na, zoals ik Christus navolg, zei hij toch? He said, follow me as I follow Christ. En dit is een kwetsbare man. He is a vulnerable person. Beschikbaar. He's available. Hij zegt op een gegeven moment, ik was misschien wel de minst geschikte wereldwijd om te doen wat ik doe. He says at some point, I was probably on the whole earth the least equipped person to do what I'm doing. Terwijl wij als kerk vandaag de dag zeggen, dat was misschien wel de man die er het meeste mee gedaan heeft, voor zover wij weten. And today we say as church, he was probably the person that did most about it. De dood produceert opstanding. Death results in resurrection. Het lijden, daar zit een principe achter. There's a principle behind suffering. Wil ik graag iets over zeggen. And I want to say something about that. In 2 Korinthe 4 vers 17 beschrijft Paulus dit. And Paul explains this in 2 Corinthians 4 vers 17. En de geringe last die wij tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. Het brengt lijden brengt een eeuwige luister. Suffering brings eternal glory. Weet je, dit lijden ging niet over ziektes van binnen of mentale problemen. This suffering was not about illness or mental problems. Ondanks dat ik geloof dat dat lijden kan zijn. Although I believe that can also be suffering. Maar dit lijden ging over pionieren. This suffering was about pioneering. Over de prijs betalen zodat anderen Jezus konden ontmoeten. Paying the price so that others could meet Jesus. Over de eerste zijn, over lijden, over voorgaan. Being the first, suffering and going ahead. Over doorbraak forceren zodat het koninkrijk zichtbaar kon worden. Forcing the breakthrough to come so that the kingdom could be visible. En hij spreekt hier over een geringe last. And he speaks about a light burden. Oké, de geringe last van Paulus. The light burden of Paul. Lijfstraffen. He was beaten. Zweepslagen, afwijzing. He was ja, nee, vooral pijnlijke dingen. And rejected. Altijd geestelijke druk. There was always spiritual pressure. Tot aan er gewoon, als je in een stad kwam, was er altijd gedoe als jij kwam. And when he entered a city, there was always trouble. Moet je je voorstellen. Just imagine. Weekendje weg, Berlijn. Jij gaat erheen, bam. You go a weekend to Berlin and mensen willen je aanvallen, demonische lui komen op je af. People want to attack you, demonized people. Je naam staat in de krant, wat Oete zegt klopt niet. Your name is in the papers, whatever Oete says is wrong. Ze hoort bij rare mensen zoals Sven, dus dat kan helemaal niet goed zijn. She is part of the weird group with Sven, so it cannot be right. Ik maak er een grapje van, maar stel je dat even voor, hè? Dat was zijn werkelijkheid. So I'm joking, but just imagine that this was his reality. En er staat en dit ziet hij als een geringe last. And he sees it as a light burden. Maar het brengt een eeuwige luister. But it leads to eternal glory. Weet je, jouw lijden brengt je iets. Your suffering has a reward. Dat lijden waarmee jij hier vandaag de dag op een stoel zit. The suffering that you're experiencing now while you're sitting there on the chair. Vader weet het. The Father knows about it. Hij weet het. He knows it. Jezus weet het. Jesus knows it. De apostel en voleinder van ons geloof weet het. The apostle and finisher of our faith, he knows. Hij is je voorgegaan. He went ahead of you. En hij weet hoe jij hier zit. And he knows about how you're sitting here. Hij weet het. He knows it. En dat lijden waarmee jij hem aanbidt, vanuit het lijden waar je hem mee aanbidt. And out of this suffering, out of which you worship him. Dat produceert glorie. This produces glory. Laat dat even tot je doordringen. Let this get through to you. Al je verdriet, al je vragen, al je moeite. Al het beschadigende van de zonde in jezelf en in je relaties. All your pain and suffering and difficulties and the damage of sin in your life. Dat heeft een uitwerking. All of that has a result. Het gaat niet verloren. It's not lost. Het creëert een geestelijke substantie die God tot in alle eeuwigheid verheerlijkt. It creates a spiritual substance that will glorify God forever. Dat noemen we kavod, glorie. Je noemt dat kavod. Dat is de zwaarte van God. Glorie. The weightiness. Jouw lijden. Your suffering. In Christus. In Christ. Is aanbidding. Is aanbidding. Is worship. Jouw lijden. Your suffering. In Christus. In Christ. Is aanbidding. Is worship. En ik kan God niet op jouw manier aanbidden, want ik heb jouw lijden niet. I cannot worship God your way because I don't have your suffering. Het kwam zo naar me toe tijdens de aanbidding vanochtend. This thought came to me this morning during the worship. Dat jij hier bent. The fact that you're here. Met alles wat jij hebt meegemaakt. With everything you went through. Stel je eens voor hoe dat ruikt voor God. Just voor zijn imagine the smell before God. Het is liefde. It's love. Het is olie. It's oil. En het aanbidt hem. And it worships him. En hij aanvaardt het. And he receives it. En al kan je vanochtend geen lied zingen. And even if you're not able to sing today. En kun je helemaal niet meekomen. And you're not able to. En vraag je af, waar ben ik bekend? Waar ben ik beland? Waar ben ik terechtgekomen? And you think, where have I ended up here? Dan zeggen wij welkom. He says welcome. Welkom in een apostolisch huis. Welcome in this apostolic house. Waar we samen achter Jezus aangaan. Where we go after Jesus together. Maar geen kleffenclub. We are not a sticky kind of club. Geen schone schijn. We are not pretending. Maar echtheid. We are real. Om God te aanbidden. We worship God. Ja, dat is wat de Bijbel zegt. That's what's in the Bible. Dus je kan denken, dit is wat Stefanus maakte, dat terwijl hij werd gestenigd. Wat is dat, Handelingen 8 geloof ik daar ergens. Dat hij kon zeggen, Heer vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. When Stephen was stoned to death, he was able to say, Lord forgive them, because they don't know what they're doing. De eerste martelaar noemen we hem. We call him the first martyr. Het was gewoon liefde. It was love. Het is blijkbaar mogelijk dat je zo onder de indruk bent van wie Jezus is, dat je zelfs je vijanden kunt liefhebben. It seems to be able that you can be so impressed about Jesus that you can even love your enemies. Voor mij is dat een mysterie. That's a mystery to me. Ik ben meer van het steentjes gooien naar mijn vijanden. I'm more the person that throws stones at their enemies. En ik heb een kerk nodig die mij laat zien hoe ik dat moet doen. And I need a church that shows me how to do that. Ik heb apostelen nodig die mij laten zien hoe ik dat moet doen. I need apostles who show me how to do that. Ik moet het voelen. I need to feel it. Ik kan het ook wel lezen, maar ik moet het zien. I can read it, but I have to see it. Ik heb je nodig. I need you. Van de zomer mochten we op Awakening zijn. This summer we were allowed to be at Awakening. En die lange blonde figuur die hier vorige week was, die had een baantje voor mij geregeld. And that long blonde guy who was here last week, he gave me a job. Ik hoop niet dat hij kijkt. I hope he's not watching. Met hem moet je altijd een beetje oppassen. You always have to be careful with him. Zulke mensen zijn zo aantrekkelijk in hun zalving. Some people are so attractive through their anointing. Dat je heel graag ja zegt. That you want to say yes. Dus blijf bij Mattheüs uit de buurt. So stay away from Mattheüs. Want anders ben je, voordat je het weet, vrijwilliger, geldgever, ministryteam, donateur, teamlid. You're giving money, you're a volunteer, you're part of his team. Nou, ik ken hem al een tijdje. I've known him for a while. En ik gebruik mijn eigen apostolische zalving om het tegen te houden. And I use my own apostolic anointing to resist him. Dat was lastig. Oh. Wat een onzin dit. Wie preekt dit nou? Dat zeg je toch niet. Maar ik zei tegen Matt, ik wil wel graag chauffeur zijn. So I said to him, I want to be the chauffeur. Dat is gewoon slim, want dan mag je met alle houten metoten praten. That's smart, because then you get to meet all the important people. En Bas Emons hier uit de gemeente had een prachtige auto geregeld. So somebody from this church organized a beautiful car. En mochten we de houten metoten rondrijden. And I was allowed to drive the important people. En weet je waarom? You know why? Mij dat zegent. You know why it blesses me? Want dan kan ik van ze leren. Because then I can learn from them. Ik wil het weten. Ik wil het weten. I want to know. Dus daar ontmoet ik de hemelse man. So I met the heavenly person. Broeder Jan heet hij. Brother Jan. En hij viel in de groep helemaal niet op. He didn't stick out in the group. En die man heeft enorm geleden voor het evangelie. Is ongelooflijk gemarteld voor Jezus. He suffered tremendously for the gospel. He was en ik was dus in het hotel en daar stonden allerlei van die bekende mensen. So superleuk. In the hotel and all these well-known people were there. En ik liep zo voorbij, broeder Yun. And I walked past him. Daar stond hij. Een there hele gewone, nederige man. A very normal, humble person. En hij was zo aardig. And he was so nice. Ik geloofde het bijna niet. I almost couldn't believe it, really. Ja, ik denk, die man die ontmoet duizenden mensen. Die kan toch nooit zo aardig zijn? Hij probeerde mijn naam te onthouden en hij wilde weten wie ik was. I thought, he meets thousands of people. How can he be so nice? He wanted to know my name. En als je hem ontmoet, dan zou hij dat met jou ook doen. And if he were to meet you, he would do the same with you. Weet je, en ik weet, de glorie maakt je mooi, hè? Of de zalving maakt je mooi, hè? Dat weten we. And we know that the anointing makes you beautiful. Dat weten we. En de glorie exposed, hè? De glorie laat de echtheid zien. De zalving maakt je mooi. Zo, wist je dat? The anointing makes you beautiful, but the glory shows who you really are. En je vindt mij op dit moment heel knap, maar dat is niet omdat ik dat ben. Dat is gewoon de zalving op mij. You think I'm very attractive, but that's not really me. Gerard kijkt me zo verliefd aan. Dat is gewoon de zalving, hoor. That's just the anointing. Maar het is waar. But it's true. Maar deze man had glorie. But this person had glory. Jezus was daar gewoon. Jesus was there. En het ging gewoon verder dan een bediening ontmoeten. Dat heb ik vaker meegemaakt. It was more than a meeting ministry, but because I had done that before. Het leek wel alsof hij net uit zijn prayer room stapte en daarna mij een hand gaf. It was like he just came out of his prayer room and gave me a hand. Hij deed dit. Hij deed het apostolische. He did this apostolic thing. Hij kwam uit het eeuwige, uit die glorie. He came out of this eternal glory. En hij stapte in mijn tijdelijke wereld om mij uit te nodigen Jezus te volgen. And he entered my world to invite me to follow Jesus. Nou, ik kan er heel veel verhalen over vertellen, maar daar hebben we geen tijd voor. So I could talk a lot about this, but I don't have time. Oké, je bent hier nu. Je bent hier onderdeel van. So now you're here and you're part of this. Je bent zeg maar een Korinthiër in een kerk van Paulus. You are a person in Corinth in the church of Paul. Hoe werkt dit dan? So how does this work? Laat me je dit meegeven. I want to tell you one thing. Het gaat om dienen. It's about serving. Het gaat om dienen. It's about serving. De Bijbel zegt, wij verkondigen niet onszelf, maar wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is. En dat wij omwille van hem uw dienaren zijn. 2 Korinthe 5 vers... Wat is dat? 4 vers 5. Wij verkondigen niet onszelf, maar wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is. En dat wij omwille van hem uw dienaren zijn. Hier zit een geheimnis in. Dan laat me je dat uitleggen. So there is a secret in this and I want to explain. Het scharnier tussen het eeuwige en het tijdelijke, dat is dienstbaarheid in jouw hart. The link between the eternal and the temporary. Leg je hand op je hart. Hier zit de scharnier tussen het eeuwige en het tijdelijke. En dat beweegt door jouw dienstbaarheid. And it moves through your servanthood. Dienen, dienen. Being a servant. Wie moet je dan dienen? Mensen boven je, naast je en onder je. Who do we need to serve? The people above, the people next to us and the people under us. Dus Paulus had zo'n transformerende ervaring in de glorie dag in dag uit dat hij steeds meer begon te dienen. Paul was so much transferred in the glory that he started to serve more and more. Daarom zegt hij ook: het is ons apostelen de laagste plaats te hebben. That's why he says we as the apostles we have the lowest place. Dat zegt Heidi Baker, if you want to go high, you got to go low. That's what Heidi Baker says. Ja, als je hoog wilt, dan moet je naar beneden. Ze zat naast me in de auto. She was next to me in the car. Ze zegt, Sven, ik ben eigenlijk best wel een onzekere vrouw. And she said, Sven, did you know that I'm actually an insecure person? Man, wat is dat met die lui? What about these people? Dat is een voorbeeld. She's an example. Dat is dienen. It's servanthood. Dus van mij wordt volgens mij gevraagd, is om als apostolisch zijn betekent gewoon dienen. So if you ask me, being apostolic is just serving. Dat kan zijn dat ik voor iemand de auto rondrij. It could be me just being the chauffeur in the car. Dat is iemand zeg maar boven mij dienen. And that's serving somebody that's above me. En daar bedoel ik mee niet een soort hiërarchie of piramidesysteem. I don't speak about some hierarchy or a pyramid kind of system. Maar er zijn mensen die mij zijn voorgegaan in de geest. But there are people that walked ahead of me in the spirit. En die kan ik dienen. And I can serve them. Amen. Amen. En dat doe ik met mijn portemonnee en dat doe ik met mijn gebeden. I do that with my money and with my prayers. Mijn handjes. Dat is dienen. And I serve them. Je mag ook de mensen dienen die naast je staan. You can also serve the people that are next to you. Je broers en zussen die een beetje op jouw seizoen zijn in de geest, zeg maar. The brothers and sisters that are going through the same season as you in the spirit. Die hou je vast, die bemoedig je, die moedig je aan. You lay a hold of them and you encourage them and you applaud them. Kijk, in een schone schijnkerk is dat de vijand. In a church of appearances, that is the enemy. Come on, je voelt wat ik ga zeggen. You know what I'm going to say. Dit is de concurrent. This is the competition. Want die persoon wil hetzelfde als ik. Because that person wants the same thing that I want. Dus als ik die voorrang geef, so when I let that person kom ik niet aan de beurt. Then I miss my turn. Schone schijn. That's appearances. Schaamte, zeggen de psychologen. And the psychologists call that shame. Omdat ik niet weet wie ik ben. Because I don't know who I am. Omdat ik niet verbonden ben met de Vader. I'm not connected to the Father. Een koninkrijkscultuur is dit. The culture of the kingdom is this. Hoe kan ik jou dienen? How can I serve you? Wat heb jij nodig? What do you need? Dat is dit. That's this. Een koninkrijkscultuur is Dick en Arlene. Wat hebben jullie nodig? The kingdom culture is Dick en Arlene. What do you need? Ze zijn verder dan ik. Because dat is oké. Okay. Meer mensen hier. And there are more like these. Maar ik wil je het allermooiste aan deze beweging nu uitleggen. Het allermooiste wat ik heb gezien. Je mag ook de mensen dienen die achter jou aankomen. You can also serve the people that are coming behind you. Oh, daar is deze hut goed in. This place is so good in this. Oh, jongens. Alsjeblieft, betaal de prijs. Kom naar deze kerk. Please pay the price and come. Het is hier goud. There is gold here. Er zitten hier mensen die hebben van alles met de Heer meegemaakt. There are people here that went through all kinds of things with the Lord. Die zitten nu heel rustig met hun sjaaltje om te denken hoe laat is de koffie. And they are sitting nu, here quietly thinking about at what time do we get coffee. Ja, ze zijn blij dat ik het zeg, maar hun weten dit al. Because they're happy that I say it. Een apostolische cultuur geeft, die dient, die deelt uit. An apostolic culture serves and gives. Die geeft door, die zaait, die investeert. And it passes on things and sows and invests. En dat doe je vanuit het bewustzijn dat jouw lijden aanbidding is. And you do that out of the knowledge that your suffering is worship. Dat doe je vanuit het bewustzijn dat je zelf op weg bent naar die eeuwige glorie. You do it because you know you're on your way to the eternal glory. Lieve gemeente. Dear church. Als we dit gaan pakken. When we get a hold of this. Dan kunnen we blijven stromen in de glorie. We can remain flowing in the glory. Dan zijn we die transformerende gemeenschap waarin we andere mensen kunnen uitnodigen. Then we are this transforming group of people where we can invite others. Want dan is daar buiten, dat zijn niet de concurrenten. Because the other people outside, they are not our competition. Dat is onze oogst. They are our harvest. Dus we gaan ze veranderen. They are going to be we gaan ze bevrijden. We will set them free. Gaan ze laten zien wat karakter en kracht is. We will show them what is character. We gaan een prijs betalen. We are going to pay our price. We gaan zeggen, wat kan ik in je leven zaaien? And we will say, what can I sow into your life? Wat kan ik je geven? What can I give to you? En niet omdat het glorie in mij produceert. Not because it brings glory into me. Dat is orphan spirit. That's de geest van een wees. Dat komt omdat ik dan lief heb zoals hij mij heeft lief gehad. Amen. It's just that I love the way he loved me. En als ik één ding aan je wil vragen vanochtend. Terwijl we gaan afronden. De band mag naar voren komen. There's one thing I want to ask you this morning and this is my last point. Laten we dit zaaien met z'n allen. Let's all together sow this. Als een graankorrel niet sterft. When a grain doesn't die, dan blijft hij op zichzelf. It will remain alone. Maar als hij in de grond valt en sterft, but when it falls into the ground and it dies, it will bring fruit. Jezus is het zaad in de grond. Jesus is the seed in the ground. Zijn bloed, zijn offer. His blood, his sacrifice. Doe het alsjeblieft. Please do it. Doe mee. Dit huis zit vol mensen die dit al doen. Dat is niet echt alleen maar Dick en Link, maar veel meer mensen. En sommige van die mensen zijn al gepromoot tot heerlijkheid. Op dit moment staan ze in de wolk van getuigen. Some of these people are already part of the cloud of witnesses. En jij kunt hier op een gezegende stoel zitten omdat hun een prijs hebben betaald. You can be seated here on a blessed chair because they paid the price. Maar wij mogen dit doen met elkaar. But we can do this together. Jij mag deze periode je leven geven zodat anderen Jezus kunnen ontmoeten. During this time you can lay down your life so that others will meet Jesus. Dus hoe maakt de Heer een potje van? So how does the Lord form us? Jij bent het potje. You are the vessel. En hij is de kracht. He is the power. Het is alleen maar Jezus. It's all about Jesus. Laten we gaan staan. Let's stand up together. Laten we bidden. And let's pray. Vader, dank u wel dat we zo even mochten ruiken aan het woord. Thank you, Father, that we could taste a little bit of the word. Heer, dat er zoveel openbaring hierin zit, zoveel zegen. That there is so much revelation and blessing in it. Zoveel zaad. So much seed. Wat eigenlijk klaar staat om tot doorbraak te komen in en door ons. That will bring breakthrough in us and through us. En ik dank u voor de gemeente. Thank you for the church. Wat u aan het doen bent hier. And for what you are doing, Heer, Lord. Het is ons gebed. It's our prayer. Dat we allemaal gaan begrijpen wat het betekent om te sterven aan jezelf. That we will all know what it means to die to ourselves. Dat het ontmoeten, Jezus aan zijn voeten ontmoeten, gaat door het sterven aan jezelf. That we will meet Jesus at his feet by dying to ourselves. Heilige Geest, we willen u welkom heten. Holy Spirit, we welcome you. Om heel rustig met de muziek mee tot ons te spreken op dit moment. To speak to us together with the music. Hier in de zaal of daar thuis. Here in this room or at home. Dat we thuis ook de zegen meegeven. Dankjewel dat je gekeken hebt. And I bless the people at home and thank you that you were watching. We bidden dat het zijn uitwerking mag hebben in je eigen wandel met Jezus. And we pray that this will have an effect onto your walk with Jesus. Misschien kunnen we muziek kan even rustig worden, alleen de piano of de meespelen gaan heel rustig even. Even wachten op de Heilige Geest. Let's wait on the Holy Spirit. Heer, we bidden dat u met een soort van vergrootglas door ons hart gaat op dit moment. Lord, I pray that you will look through our hearts with a magnifying glass. Misschien is er al heel veel